De president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoel Baks, heeft de begeleidingscommissie Nieuw Burgerlijk Wetboek ingesteld om de implementatie van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en het Nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, aangenomen in augustus 2024, te begeleiden. De commissie, bestaande uit leden van het Hof van Justitie en de Surinaamse Orde van Advocaten, zal mogelijke onduidelijkheden en uitdagingen inventariseren en voorstellen doen voor een soepele overgang. De eerste vergadering vond plaats op 14 november 2024. De waarnemend directeur van landbouw, Jitendra Kalu, heeft zich bij het pompgemaal Wakai georiënteerd op de voorbereidingen voor de inzuiperiode van paddy, die op 1 november is begonnen. Het pompgemaal is cruciaal voor irrigatiewater in de rijstsector. Kalu benadrukt dat LVV zich inzet om voldoende water beschikbaar te stellen, maar roept ook boeren op om zorgvuldig met water om te gaan. Hij adviseert belanghebbenden alleen op officiële informatiebronnen te vertrouwen om onnodige onrust te voorkomen. Medewerkers van de Veiligheidsdienst van de Nationale Assemblée hebben de opleiding tot buitengewoon agent van politie succesvol afgerond. DNA-voorzitter Marinus B. prees onze mijlpaal als cruciaal voor professionalisering van DNA met de oprichting van een eigen veiligheidsdienst die militaire discipline integreert en bijdraagt aan de versterking van defensie.